Het is zaterdagmiddag 30 december 2023. De dag dat demonstranten van Extinction Rebellion de A10 hebben geblokkeerd. Dit is paal 89.5. Moeilijk te zien, maar het is 89.5. En paal 87, dat is voor het centrum van Katwijk. Dus 2,5 kilometer richting Wassenaar, voorbij het centrum van Katwijk. Ik wandel hier vaak. Sowieso van Katwijk naar Wassenaar. En dit gebeurt al vaker natuurlijk, dat de duinen afkalven. Dit is een soort voorduintje, zeg maar. Ja, een van mijn laatste filmpjes van 4 weken geleden, die is best wel aardig bekeken. Maar mensen konden het niet begrijpen en dat ging over die kerven in duin, die sleuven die in duin waren gegraven. 5 sleuven tussen Wassenaar en Meijendel. En eentje tussen Katwijk en Wassenaar. Maar de zee heeft hier wel tegenaan gezeten natuurlijk. Even om te kijken. Dit is ongeveer 2,20 meter, zeg maar, dat het hier afgekalfd is. Een stukje verder lopen. Je volgt de derde op- en afrit tussen Katwijk en Wassenaar. En hierachter zit Berkheide. Duingebied. En ook een waterwindgebied natuurlijk. Zoet water. Dit is de derde op- en afrit tussen Katwijk en Wassenaar. En ter hoogte van deze afslag, hier is de Duitse jongen gevonden. Die in juli 2023 is verdronken. Dat gebeurt toen 's middags, of een uur of tussen 5:30 en 6 's middags. En de reddingsbrigade van Wassenaar die was gesloten. Maar volgens de Wassenaarse gemeente hadden ze
geholpen, maar ze waren dicht op dat moment toen die jongen verdronk. En toevallig was ik rond die tijd op het strand van de Wassenaarse Slag. En ik heb de hele reddingsoperatie gefilmd. De Katwijkse reddingsbrigade rukte met mannenmacht uit, maar Wassenaar was dicht. Dat schiet me nu even te binnen. En hier is die jongen gevonden door een visser, want hij zat in het net van een staande wand. Ja, en er is geen nazorg geweest voor deze persoon die hem heeft gevonden. En je vindt hier ook nog de ingrediënten voor een lekkere plastic soep hier. Maar vroeger was het veel erger hoor. Want toen moest ik elke keer als kind, moesten wij, als we uit zee kwamen, dat is de zee groen en bruin, en dan moest je altijd je benen langs de stoep schoonschrapen, wat er teer aan je poten zat. Dus ik moet zeggen, de zee ziet er toch wel best aantrekkelijk uit. En dit is paal 90. Ik zal even naar een vreugdevuur gaan wandelen. Dit is bij paal 91 in de buurt van de Wassenaarse Slag. Maar die afgekalfde duintjes, dat is... Ja, een voorduintje volgens mij. Dat is het voorduin. Vroeger in mijn kinderjaren had je dat niet. Althans, ik heb nog een foto en dan ontbreekt dat voorduin, zeg maar. Dus de vierde op- en afrit tussen Katwijk en Wassenaar. Je ziet de oude kerk. De witte Andreas of oude kerk van Katwijk. Jouw verlangen is de zee en je vrienden zijn de sterren. Dat zong Siska Peters toch? En dit is de kerf die ze tussen Katwijk en Wassenaar hebben gegraven. Maar daarachter zit het waterwindgebied voor Zuid-Holland.
ook zo'n sleuf die ze gegraven hebben. Tussen Katwijk en de Wassenaarse Slag. Ik dacht ik hem net was gepasseerd, maar dit is degene. Dit is de echte sleuf. Zaterdagmiddag 30 december 2023. Kerven in Duin. Ja. Men zou zogenaamde superduinen creëren. Ik heb ze niet gezien. En eindelijk, daar was hij dan, de zon. Gerard Cox op de achtergrond. Na. Wat zou ik doen? Dat is de verdeling van het Wassenaarse Spoorpad. Met de badmeester. Dat staat er altijd, het stenen paviljoen. Dit is voorbij de Wassenaarse Slag richting Meijendel. Dit is ongeveer 4 meter afgeslagen, als ik zo schat. Afgekalfd heet dat. Het is nog steeds zaterdag 30 december 2023. Een kleine wandeling van Katwijk richting Meijendel. Ik toon ook even de palen die op het strand staan. Dit is 93,250. Nou, dan zie je een beetje daar is natuurlijk het vreugdevuur, Skeveningen. Dit is van een inktvisachtige sepia. Ik ben bijna bij de grootste sleuf, waar de meeste mensen van zijn geschrokken.
is een wandeling van Katwijk naar het strand, ter hoogte van Meijendel. De pannenkoekenboerderij en de tapuit. En ja, Katwijk ligt zeg maar tussen paal 86 en 88. En waar ik naartoe wandel is paal 95. Smal strand, zonsondergang. En dit is bij de sleuf, ter hoogte van paal 95, de kerf. Vier weken geleden was ik hier ook al. En toen maakte ik dat filmpje ik ben er niet voor om ophef, om voor ophef te zorgen. Ik kijk alleen maar, ik constateer alleen maar. Paal 95. Bij een echte zuidwester, ja, dan is het toch, als het echt gaat spoken, dan is een gat in de zeereep niet echt handig natuurlijk. Kustbewoners weten dat dat gekkenwerk is. Dus ik keer nog maar even terug naar de kerf. Voor een blik op het achterland. Zaterdag 30 december 2023. Kijken. Ik ben niet meer zo lenig als vroeger. Nou, dit is dan dat geweldige stuifgat. Een kerf. Maar ja. Hierachter liggen Bierlap en Keifhoek. Natuurgebieden, maar ook waterwindgebieden. En daar heb ik dus vier weken geleden filmde ik dit. En het is prachtig als een storm. Tot... Ja, tegenwoordig geven ze dan waarschuwing dat je binnen moet blijven. Maar ja, als kind was ik natuurlijk altijd op strand te vinden. Daar gebeurt het. Fantastisch om te zien. Tientallen jaren later heeft men besloten om gaten te graven. Ik lach erom, het is best wel erg eigenlijk. En dan maken ze ook nog publicaties en mensen gaan het ook nog overnemen en geloven. Ja, we creëren superduinen, zeggen ze dan. Doe
doe eens even normaal, joh. Nee, jullie hebben iets afgegraven. En wat kwam er voor terug? Geen superduin. Ik zie geen superduin. Dat is gewoon eenvoudigweg niet waar. Zaterdag 30 december 2023, paal 95 ter hoogte van Meijendel. Geen superduin is er geformeerd in al die jaren. De laatste 5, 6 jaar, nee. Er is een gat gegraven. En ja, hier, daar is ons drinkwater, jongens. Dat ligt hier in de meertjes, talloze meertjes. Ons fantastische drinkwater. Ja, dat moet toch niet. Er moet toch geen verzilting. Is het de bedoeling dat er een verzilting ontstaat? Geen idee. Je kunt het allemaal zelf zien, aanschouwen met je eigen ogen. Paal 95, pak je fiets. Of neem een dagtocht naar Den Haag. In de tram naar de Zwarte Pad, dan ga je een brokje lopen. Vanuit Katwijk is het ongeveer 1,5 uur lopen. Ja, zachtjes aan. En dan kom je bij paal 95 uit, dus dan kan je dit zelf aanschouwen. Zeg je van nou. Wat een fantastisch idee toch van die ambtenaren van verkeer en waterstaat, infrastructuur en waterstaat, Mark Harbers, die verdient een lintje en zijn ambtenaren ook. Secretaris-generaal Dronkers is hier al opgestapt, Marcelus Boerenboom is recent opgestapt, mijn neef Pieter sprak hem aan op het Binnenhof. Hij ontkende dat hij betrokken was bij de toeslagenaffaire, maar het was wel zo. Marcelus moest opstappen. Wegens gezondheidsproblemen zeggen ze dan, maar ja, hij is gewoon falen. Kerven in Duin. Hallo, idee, hallo, zou de dikke Blomberg zeggen. Ja, goedemiddag. En de schepen liggen hier, omdat het dan... Ja, daar hoeven ze geen havengeld te hebben. Het is een soort parkeerplaats voor grote schepen. Voor LPG-tankers. Onder andere.
Nou, ik ben benieuwd wie de wedstrijd wint met de pallets. Duindorp of Scheveningen. Even sightseeing. Een lekker loopje. Om te kijken hoe de duinen erbij staan. Enigszins afgekalfd. De fundering van het sportpaviljoen bij de Wassenaarse Slag. Dit paviljoen staat altijd op dezelfde plek. De andere paviljoens, de drie grote aan de zuidkant van de Wassenaarse Slag, die wisselen vaak van plekje per zomerseizoen. Hierachter heb je ook nog een bunker, een vleermuisbunker. Het staatsbosbeheer gooit dan volgens mij wel eens een paar keer per jaar open. Best wel interessant om te bekijken. Het reuzenrad in Scheveningen. Het loopt nog niet zo fijn met hoogwater. Ik ga even richting fietspad.